Dat we allebei een avond samen thuis zijn. Komt dat vaak voor? Nee, nou ja, niet. Best een beetje uitzonderlijk. Hekklappen? Bijna klaar. Tropenjaren. Zo wordt de periode met jonge kinderen vaak genoemd. Om te zien hoe het leven van twee verdieners met jonge kinderen anoniem echt is, volg ik drie gezinnen een dag lang. Zien we nog steeds traditionele rolpatronen of is dat aan het verschuiven? Hoe besteden ze de beschikbare tijd en zijn ze in staat daar zelf keuzes in te maken? Is er eigenlijk nog wel tijd om te genieten? Het is verschrikkelijk hectisch. Iedereen wil wat of moet wat. En dan, zolang je niet stopt, wordt het meer en meer en meer. Ik ben een lichte workaholic. En sinds ik kinderen heb, vind ik het ook wel prettig dat er een soort van vaste timeslots in je week, in je dag zitten. En als ze dan in bed liggen, dan is er weer tijd om even aan de slag te gaan. In ons geval hebben we ook niet echt opa's en oma's waar we op terug kunnen vallen. Dus het betekent ook echt dat je het altijd met z'n tweeën moet doen. Ik heb soms wel eens dat ik denk, goh, ik had wel eventjes graag de stad in willen gaan of zo. Ja, dat zit er dan gewoon niet in. We hebben allebei evenveel zorg voor de kinderen. Maar het is natuurlijk wel een continue onderhandeling. Ik weet niet of ik het zelf zou kunnen combineren met kinderen en met werk. Het is best wel heftig, denk ik. Hoe plan je dat dan? Dat je daar gewoon nog genoeg bent en dat iedereen genoeg aandacht krijgt. En dat is best wel management, denk ik. Is er nog genoeg tijd om echt contact te leggen? Ja, via Hives. Ja, ik heb wel momenten dat ik dan echt kapot ben en dat ik dan echt helemaal zat ben en gewoon eigenlijk zoiets heb van ik wil een lekker avondje niks. Maar ja, dat is ook niet altijd mogelijk. Het lukt mij om een boek te lezen. Gewoon een roman. Nee. Heel goed. Nee, kom dan. Hoe ervaren ze deze periode waarin alles, kind en carrière, tegelijk komt? Klaar. Klaar. En komt er nog een tweede baby van jullie samen? Nee. 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 Klaar. Naar de gang. Ik wil niet meer. Doei, Sjoerd.